Oh, nice. Dankjewel. En nog gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Lekker. Kijk, als ze nou voor taart had gekozen, ja, dan had het wel pijnlijk geweest, denk ik. Nice. Lekker. Ja. Op Link FM, Elfrida, oftewel 11. Yes. En. Never thought you'd be my baby. And who would have known that I would be a lady? Friends to love a man, I was so shy. The love you give got me feeling so high. You know how to fight me. Afterward, you always put it right on me. Just wipe me in the end, you see. And you always get the best of me. And you know that I like you. You know that I love you. And I do. And I do. Ja, we zitten hier met Elfrida, oftewel 11, in de studio. En ja, we gaan haar zo meteen een aantal vragen stellen. Ze is zo meteen ook nog op de radio. Maar ja, we gaan eerst toch wel eventjes een beetje erachter komen ja, wie ze is, wat ze doet. En ja, om maar met de deur in huis te vallen, hoe ben je in de muziek terechtgekomen? Nou, ik zing eigenlijk al wel heel mijn leven. En ik heb eigenlijk sinds vorig jaar heb ik besloten dat ik echt wel gewoon er wat meer mee wil doen. Ook omdat op het moment dat ik het eigenlijk niet deed, dat ik er een beetje ongelukkig van werd. En mijn vriend die maakt ook muziek, hij heet Busy Blaze. En ja, we zijn eigenlijk daarna samen gaan sparren en gaan kijken wat we konden doen. En ja, ik probeer wel daarin wel mijn eigen weg te volgen. Maar het is toch ook leuk dat we dat samen kunnen doen. Ik heb een eigen nagelbedrijf, Nails at 11. En dat doe ik nu sinds 3 jaar. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En dat is echt iets waar ik ook heel blij mee ben. Want ik heb wel eigenlijk gewoon van mijn hobby heb ik mijn werk kunnen maken. Dus dat is ja, vind ik toch ook wel heel erg leuk. En wat doe je eigenlijk met nagels? Kijk, ik ben een jongen. Ik doe er eigenlijk niet zoveel mee. Maar ik zie dat jij best. Ja, wat doe ik ermee? Nou, ik maak ze eigenlijk van acryl. En ik hou echt van bling, ben wel een beetje een extra. En hoe zou je je eigen muziek dan omschrijven in, zeg, pak een beetje 3 woorden? Bewust, anders, vol expressie. 4, maar goed. Oh, ja. En hoe zou anders dan? Ik denk toch wel omdat ik gewoon wel bepaalde dingen aankaart in mijn muziek. En ik merk toch dat tegenwoordig in de mainstream niet echt heel veel gebeurt. Ja, en je doet natuurlijk ook wel een aantal optredens. Kan je ons eens meenemen naar een leuke optreden die je de laatste tijd gehad hebt? Het leukste optreden nu is denk ik toch wel de TEDx geweest. Daar heb ik toen mijn liedje mogen uitbrengen met mijn eerste videoclip. You give me a reason, something to believe in, I know. I go, but I wish I was there with you. No, I wish I was there with you. En dan nu de dilemma ronde. Je krijgt een aantal lastige keuzes voorgeschoteld. En jij moet dan kiezen, één of het ander. En om maar gelijk te beginnen, R&B of pop? R&B, sowieso. Dan hebben we nu een echt etensdilemma. Sushi of pizza? Wauw. Hier hebben vrouwen heel veel moeite mee, merken we altijd. Dus ja, dit is wel een dingetje. Ja, dit is wel echt een hele lastige. Dat ligt dan denk ik maar net aan het moment. Oh jee. Wat zou je nu doen? Ja. Pizza. Ja, toch wel. Ja, toch pizza? Ja, okay. Toch wel pizza. Ja. Ja. Als je op vakantie zou gaan, zou je dan op vakantie willen naar een warm land zonder geld? Of naar een koud land met geld? Warm land zonder geld. En dan gewoon bedelen op straat? Nou, dat zie ik dan wel weer. Ik zou wel zorgen dat ik op de een of andere manier geld krijg. Ik kan altijd nagels maken. Dus. Ja. En ik vind hem zelf wel heel lastig, maar ik ga hem toch aan jou ook stellen. Chocolade of taart? Chocola. Ja. Want, heb je net taart op? Nee, maar straks wel. Ik was gisteren jarig, dus ik heb straks genoeg taart. Maar ik weet niet, chocola is wel gewoon een soort go-to snack. Kan altijd goed. Nou, nog gefeliciteerd. En ja, gefeliciteerd. Het is wel goed dat je voor de chocola hebt gekozen, want ik pak hem er even bij. Mm-hmm. Oh. Ik lacht er al de hele tijd. Oh, nice. Dankjewel. En nog gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Lekker. Kijk, als ze nou voor taart had gekozen, dan had het wel pijnlijk geweest, denk ik. Nice. Lekker. Dankjewel. Ja, graag gedaan.
En dan nu het laatste dilemma en misschien ook wel de lastigste. We stellen hem elke keer. Gewoon Jasper of gewoon Paddy? Jasper, want die staat als eerste. Oké, goed antwoord.